Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland. Ik ben natuurgeneeskundige therapeut en kruidengeneeskundige. En in deze podcast neem ik je hierin mee. En deze podcast, ik start hem nu geloof ik al voor de zesde keer vandaag. Op verschillende momenten in de dag. Nou hoop ik dat deze wel online gaat komen. Want ik wil morgen graag een podcast klaar hebben staan voor jullie. En ik wil hem graag hebben over... Of ik wil het graag hebben over de herfst. En het seizoen waar we nu eigenlijk al een beetje in aan het glijden zijn. 1 augustus zijn we namelijk overgegaan van de zomer naar de herfst. Vanuit het jaarwiel, vanuit het Keltisch jaarwiel. En dat is vanuit de inheemse natuurgeneeskunde is dat nog steeds een cyclus die ik, maar eigenlijk elke natuurgeneeskundige, veel collega's die met cyclus bezig zijn. En cyclus van het leven, cyclus van de planeet. Het is een hele belangrijke cyclus van de planeet. Wordt dit gelukkig weer steeds bekender dat we in onze zomer... Midden in onze zomer eigenlijk al naar de herfst bewegen. En toen ik hier zelf jaren geleden tot dit besef kwam, is er echt een heel stuk veranderd in mijn leven. Want ik had vaak last van winterdepressies. En echt zware depressies heb ik nooit echt gehad. Maar wel echt zo dat gewoon niet fijn voelen in de winter. Ik ben geboren in de winter. Dus op zich hou ik wel van de winter en van de kou. Maar ik vond de overgang altijd heel heftig. Van helemaal aanstaan in de zomer. En dan zoals nu. Ik las vandaag een berichtje dat de scholen weer begonnen zijn in het zuiden van het land. Dat dan helemaal, zoals het voor mij dan voelde. En zeker als puber. In een vakantie dat alles kon en die vrijheid en dat je vanuit daar weer wop in zo'n strak regime moest van school en vooral dingen moeten. Dat ik eigenlijk zo in oktober, november er altijd een beetje af lag en dat het een beetje kon rekken. Nou en dan na december, na de kerstdagen, dan was het helemaal pret. En meestal met mijn verjaardag, begin januari jarig, was ik ziek. En dat is heel lang een patroon geweest. En natuurlijk, hoe ouder ik werd, hoe beter ik dat kon handelen. Maar toen ik erachter kwam, jaren geleden al, dat we eigenlijk nu in augustus een hele belangrijke overgang maken. En dat is namelijk van de yang-energie, wat de lente en de zomer zijn, naar de yin-energie, wat de herfst en de winter is. En het is niet zo dat we nu gelijk bam in de herfst zitten. Want het is nog prachtig weer. Vorige week was het zelfs hartstikke warm. Nu is het, ik vind het nu echt heerlijk, de temperatuur. En voor mij mag het nog wel eventjes duren. Maar als je voelt, en wellicht voel je het. Het is een hele subtiele energie. Maar voel je dat er een andere stroom in het leven komt. Dat de beweging veel meer naar binnen gaat. En augustus is hierin een hele belangrijke maand. Omdat het vakantie is over het algemeen. Of de scholen zijn nu weer begonnen. Dus er zit er een bepaalde hyper in. We gaan weer beginnen met werk, hè, dat soort dingen. De opleidingen worden gestart. De goede voornemens zijn ook altijd rond deze tijd. En dus er zit een bepaalde hyper in het systeem. En die is voor iedereen anders, hè. Maar er zit een bepaalde opwaartse energie in, laat ik het zo noemen. Terwijl er vanuit de kosmos, vanuit onze planeet, een beweging is naar binnen. En dat kan gaan clashen. Als je niet oppast. En die clash is de welbekende herfstdip of winterdip als je hem wat later hebt. En omdat die, als we straks in oktober, november zijn, dan gaat het kouder worden, de dagen gaan korter worden. Dat merk je nu trouwens al dat de dagen weer wat korter worden. Maar dat gaat op een gegeven moment heel hard, zeker als de klok straks natuurlijk weer heel onnatuurlijk verplaatst wordt. Dan kan die er ook nog eens een keer extra in klappen.
En die dip voorkom je deels. Hè. Iedereen is op een andere laagje gevoelig voor. Als je echt gevoeligheid hebt voor depressie, zal dit niet voldoende zijn. En zal er veel meer voor nodig zijn. Maar grotendeels wordt dit voorkomen. En ik heb dit bij ontzettend veel cliënten gezien. Door nu er al bewustzijn op te hebben. En door nu al intern die beweging naar binnen te gaan maken. En dat hoeft echt niet te betekenen dat je als een kluizenaar moet gaan leven. Maar alleen al dit besef, dat doet al heel erg veel. En dus eraan toegeven, als je zin hebt om onder een dekentje op de bank te zitten. Nou, dan zal ik met deze temperaturen niet zo'n hele warme deken pakken, maar lekker een dun sjaaltje of zo. Of ik had van de week ook, toen het regende, toen dacht ik, oh, ik zou kaarsjes aansteken. Toen dacht ik, oh ja, maar dan wordt het ook weer heel warm in huis. Het was nog 25 graden in huis. Maar die cozy vibes, die kreeg ik weer. En dat is die energie van het naar binnen keren. Onder andere voor mij in ieder geval. En om het gezellig te maken in huis. Dat is ook zo'n gevoel. Want je huis, je fysieke huis, is een afspiegeling van je lichaam. Je huis is een hele heilige ruimte. En zo heeft elke kamer in huis heeft weer zo zijn eigen thema's. Je woonkamer is bijvoorbeeld verbonden met het hart. Dus het is ook heel fijn als je naar binnen gaat, dat je je letterlijke huis wil schoonmaken, wil opruimen, gezellig wil maken. Nou, weet je, al dat soort dingen. Reinigingskuren zijn hierbij ook echt ontzettend geschikt om dat in de herfst te doen. En het voorjaar is altijd een hele bekende manier om te reinigen. Maar de herfst is ook een hele mooie, heel mooi seizoen. En daarmee zeker september, want het moet niet te koud zijn. Maar nou ja, augustus, september zijn echt hele mooie energieën, of hele mooie maanden qua energie om te gaan reinigen. Zeker als je wat strenger wil reinigen, dan zijn dat hele mooie maanden. Als je wat milder wil reinigen, kan oktober ook nog. Begin november eigenlijk niet echt meer. De wintermaanden zijn geen goede maanden om een reinigingskuur te doen. De zomermaanden ook niet. Omdat we onze energie dan enerzijds nodig hebben voor de winter, om jezelf warm te houden. En anderzijds in de zomer om jezelf te koelen. En dat vraagt ook veel energie. Dus daarin zijn het voorjaar en het najaar altijd hele mooie seizoenen om te reinigen. Ik ga zelf in september ook een vaste kuur doen. Echt een hele next level reinigingskuur. En dat doe ik ook begeleid intern. Want dat is thuis niet te doen. Ook niet voor een professional. Ik vind het heel fijn om dat begeleid te doen. Want dan heb ik ook echt geen afleiding, geen telefoon, geen werk. Alles gaat even dicht. Het is voor het eerst ook dat ik Green Goddess echt helemaal dicht doe. Op vakantie ben ik altijd wel, check ik één keer per dag, of soms één keer per twee dagen mijn mail. Maar dat ga ik het dus een week dat ik weg ben ook dan niet doen. Om echt even helemaal letterlijk van alles te detoxen. Te op te schonen, te reinigen. En dat is hetzelfde ook, hè, met je lichaam is ook, vraagt ook om reiniging. Dus ook die goede voornemens zijn heel logisch dat in deze tijd gebeurt. Hè? Om meer te sporten, meer te bewegen, gezonder te eten. Vaak op vakantie, of althans, ik doe dat, dan let ik nergens op. Het is trouwens, ik eet altijd gezond, want ik hou van groenten en fruit. Dus dat eet ik altijd. Want als ik alleen maar croissantjes en stokbrood en patat eet, daar word ik echt niet gelukkig van. Nou heb ik deze vakantie wel echt best wel vaak patat gegeten. Wat elke keer echt top was. Gewoon vers gemaakt, goed frituurvet. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik laat nooit zo de teugels in. Of ik laat de teugels vieren. Ik vind dat altijd een beetje raar. Wel drink ik bijvoorbeeld, heb ik elke avond een wijntje of twee of soms drie gedronken. Nou, en nu thuis drink ik eigenlijk nooit. Maar dat zijn dan weer, dat zijn dingen die op vakantie anders zijn dan thuis. En ja, dat maakt ook voor heel veel mensen om die goede voornemens te maken. Om dat thuis dan weer even helemaal anders te doen. En dat heeft met die energie van de herfst te maken.
de herfst, als je kijkt, het leven is cyclisch. Dus dit is de seizoenen, dat is een cyclus die we allemaal snappen. Deze cycli heb je ook met je menstruatiecyclus, als je die nog hebt. En anders heb je hem sowieso, maar werkt het dan net even wat anders. Dit is de fase van de PMS. Van de fase na je ovulatie en voor je menstruatie. Dit is de PMS-fase, de premenstruele fase. PMS is eigenlijk een symptoom, het is niet een fase. De premenstruele fase heet die. Is de fase waarin de meeste vrouwen de meeste klachten ervaren. Om precies dezelfde reden als wat ik er straks gezegd heb. Omdat we aanstaan van de zomer, de ovulatie. Dan is onze energie ook het hoogst, het krachtigst. We zijn vruchtbaar, dus dat is ook vanuit gewoon ons zijn. Dat we dan veel meer naar buiten gericht zijn. En ook dat hoe je naar buiten gericht bent is voor iedereen anders. Hè? En dan komt ook die overgang van de yang naar de yin. Naar het naar binnen bewegen. En als daar onbewust, hè, want dit zijn allemaal dingen, ja, soms kan je er wel bewustzijn op hebben, maar over het algemeen gebeuren dit soort dingen vanuit ons onderbewuste. Als daar een onbewuste remming op zit, dan, en je wilt vooral in die yang blijven, dan geeft dat een botsing in je systeem. Krijg je bijvoorbeeld PMS, migraine is hier echt een klassiek voorbeeld in, want de energie stuwt op, stuwt naar je hoofd en kan niet naar beneden, naar de yin, naar de aarde. De herfst is ook verbonden met het aarde-element, kan niet zakken, dus stuwt op naar je hoofd en kan daar niet uit. Blijft in het dakpannetje in ons hoofd borrelen en nou, migraine is daar onder andere een klacht van of überhaupt hoofdpijn. Maar denk ook aan mist in je hoofd. Dan noem je dat de brain fog, de hersenmist. Heel veel klachten hebben hiermee te maken. Dat heeft dan ook weer met je lever te maken. Dat wordt een beetje een natuurgeneeskundig verhaal. Maar dat is dezelfde cyclus. Dezelfde cyclus zit in onze maancyclus. De afnemende maan. Vanavond is het volle maan. Voor mij vanavond. Deze podcast komt morgen online. Het is een supermaan. Ik heb op meerdere plekken gezien dat het een blauwe maan is. Maar volgens mij is een blauwe maan de tweede volle maan in dezelfde maand. En dat is nu niet geweest. Maar goed. Het is in ieder geval letterlijk een supermaan. Maar ook super in zijn energie. Want de hele energie van de Leeuwenpoort zit er nog achter. Dus het is ongelooflijk krachtige energie. Dus dat vuur in die maan is aan. En als er in ons bewegingen zitten die daar tegen bewegen, die het tegen ons eigen vuur in bewegen, dan krijg je ook een strijd. En dat is zo'nzelfde soort strijd als wat ik nu al een aantal keer als voorbeeld geef. Maar na de volle maan gaan we naar de afnemende maan. En dan gaan we naar de yin. Want dan gaat dat vuur buigt terug naar de aarde om geïntegreerd te worden. Yin-energie gaat over integratie. De winterenergie, en dat correspondeert met je maan, met je menstruatie, sorry, en met de donkere maan. Het is allemaal yin-energie. Het is echt helemaal naar die stilte in jezelf bewegen, waar nieuwe zaadjes, nieuwe ideeën kunnen ontkiemen. Maar niet alleen nieuwe ideeën, maar ook al ideeën die je hebt nog meer gevoed kunnen worden. Want het is niet zo dat je elke maand een nieuw idee geboren laat worden. Soms gaan daar jaren overheen voordat iets gemanifesteerd wordt, geboren wordt. En elke donkere maan, elke afnemende maan, elke donkere maan is een voeding weer voor die ideeën, voor die manifestaties, voor die creaties. Nou, dan kom je daarna bij de nieuwe maan in de lente. De nieuwe maan is dat de maan letterlijk een stukje zichtbaar is. Want dan komt er weer licht. En dan gaan we weer naar de yang-energie. Dat wordt opgebouwd. Het is ook niet ineens bam dat we er zijn. Dat wordt opgebouwd. Net zoals dat we nu in de afbouw zitten. Dat is in juli al voelbaar.
Dat je in de afbouw van de yang zit en dan gaan we in de over en dan gaan we naar de opbouw van de yin. Maar er zit nog in verhouding veel meer yang energie in augustus dan in september of oktober. Maar het is heel belangrijk om je hier bewust van te zijn. Dus ook de afnemende maan hoort erbij. En als je kijkt, er hoor je ontzettend veel cyclussen horen hierbij. Maar als laatste, de cyclus van ons leven, of je nou man of vrouw bent, dat maakt niet uit. Hier hoort bij voor vrouwen de overgang, de menopauze eigenlijk. De wilde wijze vrouw, maar ook de wilde wijze man. Dus de mannen en vrouwen van, hoe heet dat, middelbare leeftijd. Daar ben ik ook al een beetje naartoe aan het bewegen. Zo voel ik me helemaal niet, maar goed. Dat je rijp bent. Ik vind dat ook zo'n raar woord. Maar goed, dat is wel een beetje hoe het genoemd wordt volgens mij. Maar in ieder geval dat je als kind, als jong kind, vanaf je geboorte tot aan... Ik ga een vrouw even als voorbeeld nemen, want dat is het meest makkelijke. Maar voor mannen geldt hetzelfde trouwens. Dat je tot aan de ontwikkeling van je hormonen, dus als meisje dat je gaat menstrueren, als jongen dat je natuurlijk de mannelijke hormonen krijgt, baard in de keel en al dat soort aspecten. Er wordt zo ontzettend weinig aandacht aan besteed voor jongens. Terwijl dat ook net zoals voor meiden zo'n belangrijke overgang is. Want ze worden een man. Net zoals een meisje wordt een vrouw. Al is een tiener, dit is ook een mooi voorbeeld. Een tiener is niet gelijk een vrouw die 30 is. Daar gaat ook nog een heel stuk vooraf. Dus dat is ook weer zo'n overgang. Dat we mogen groeien naar een nieuwe beweging. Maar dat is dat het eerste stuk van je geboorte, dus van de nieuwe maan, de wassende maan, dus het eerste gedeelte, dat is de lente, dat is de pre-ovulatiefase voor de menstruatie, voor de vrouwen die menstrueren. En de wassende maan, die eerste fase is van je geboorte tot aan de ontwikkeling van de hormonen. Dus voor vrouwen totdat de menstruatie begint. Dan komen we in een tweede fase, die is verbonden met de zomer. Met de, volgens mij is hier vorige week ook heb ik hier een masterclass over online gezet. Dus die kan je dan, als je hier nog meer over wil weten, moet je die even luisteren. Dat is echt gelijk degene die hier voorkomt. Het is verbonden met de zomer, met de volle maan. Ik moet even goed alles hebben. Je ovulatie. En de vruchtbare vrouw, of de moeder wordt het ook vaak genoemd. Maar ik vind de vruchtbare vrouw of vruchtbare man, kan natuurlijk ook, man is natuurlijk veel langer vruchtbaar. Maar waar het over gaat, is dat je op dat moment, in deze fase je leven gaat vormgeven. Als tiener woon je nog thuis, over het algemeen. Dan ben je gewoon een tiener, een puber. En je gaat naar school en al dat soort dingen. Je bent nog aan het ontdekken. Op een gegeven moment word je twintiger. En ergens midden twintig of twintiger ga je het huis uit. Misschien al wat eerder. Hè, maar ben je nog steeds het leven aan het ontdekken. Maar ergens in die twintiger jaren komt er wat meer serieusheid in het leven. En ga je je eigen leven vormgeven. Een huis krijgen, een baan. Wellicht kinderen of niet, maar in ieder geval, als het goed is, je leven inrichten zoals jij dat graag wilt. En allerlei dingen ontdekken en leren en doen. En op een gegeven moment, hè, dat duurt een aantal jaar en dat wisselt voor iedereen hoe lang dat duurt. Maar op een gegeven moment komt de volgende fase en dat is die herfst, dat is weer de overgang. Letterlijk, vrouwen gaan naar de overgang, dat is de wilde wijze vrouw. De afnemende maan, premenstruatiefase, dat zijn allemaal fases die bij elkaar horen. En als je het in je leven bekijkt, ik zit nu precies ook op deze overgang in mijn leven. Ik zit in een perimenopausale fase al heel lang, maar ik begin steeds meer richting de menopauze te gaan. Al heb ik nog wel bloedingen hoor, maar dat is ook een periode die echt 10 jaar kan duren. Maar in ons leven is dit ook één, voor mannen en vrouwen, één van de meest belangrijke overgangen. Want dan gaan we naar die wilde wijze vrouw of wilde wijze man. En ga je je wijsheid leven? Ga je naar de yin-energie? En ga je dat wat je
zeg maar in de eerste helft van je leven hebt gedaan, of de eerste delen van je leven hebt gedaan, ga je cultiveren en ga je leven. En dat is ook wat er in het klein gebeurt, nu op dit moment, in augustus, in de overgang naar de herfst, is dat we dat wat we in dit jaar hebben geleefd, nemen we mee naar binnen. Hè? We gaan ook, dit is de eerste oogstmaan, de eerste volle oogstmaan, ja, dat zeg ik goed. Want de vorige was in juli. Misschien dat dat ook wel een oogstmaan was, maar ik denk het niet. Dan ga je oogsten. Dus dit jaar, wat ga je dit jaar oogsten? Wat heb je gecreëerd voor jezelf? En wat ga je oogsten? Wat neem je mee naar binnen? En wat laat je los? Want de oogst lukt niet altijd. Dus wellicht zit er wat tussen wat een beetje rottig is. Of wat überhaupt helemaal niet opgekomen is. En wat laat je los? En wat neem je mee? En dat hoeft niet in één dag besloten te worden. Daar hebben we dus 3 maanden voor. Om daarin voor jezelf naar te kijken. En daar komt dat opruimen ook weer voorbij. Dat reinigen komt daar weer in voorbij. Ik ben vandaag ook bezig geweest met mijn cliëntendossiers. Die zaten allemaal nog in een doos. De oude cliënten. Die zaten allemaal nog in een doos van een verhuizing. Dus ik wil dat goed opbergen. Ik wilde dat allemaal even op volgorde leggen. Want ik nummer al mijn dossiers. Ik heb allemaal handmatige dossiers. Ik doe niks daarin in een digitaal cliëntendossier. Want ik vind dat allemaal veel te... Zorgverzekering krijgt daarin veel te veel macht. Dus ik heb dat gewoon allemaal op papier. Vind ik ook veel fijner, want dan hoef ik niet zoveel achter de computer te zitten. Maar dat moet ik natuurlijk wel opbergen. Dus ik heb het allemaal mee naar huis genomen. Het stond nog in mijn praktijk. Dus ik heb het allemaal mee naar huis genomen. En ik heb het vanmiddag op Instagram, wat ik gisteren een story erin gemaakt. Alles op de grond uitgelegd. En alles even goed op nummer gezet. Want alles is niet op een naam, maar op een nummer. Voor de privacy en al dat soort dingen. Maar goed, lang verhaal. Maar daarin, dat is A, een stuk opruimen. Maar B, ook alles van de afgelopen 7 jaar, wie bij mij als cliënt is geweest, is weer even de revue gepasseerd. En dat was zo fijn. En dat was zo helend. En dat ik de namen weer zag. En dan zag ik of soms even wat dossiers opengeslagen. De hulpvraag. En wat het resultaat was. Waarom vertel ik dit nu? Ja, ook met de herfst. Dat is zo fijn om op te ruimen. En ook letterlijk eventjes weer dit soort oude dingetjes. Maar ook mijn creatie. Ja, want als we het over cyclus hebben, er is ook een cyclus op de planeet van 7 jaar. 7 is een heilig getal, is het getal van de aarde, is een heel belangrijk getal. Er zijn heel veel cyclussen met 7. En Green Goddess bestaat officieel 7 jaar. Ik heb de domeinnaam al wat eerder geregistreerd, dus dat hou ik vaak aan als geboortejaar. Maar echt 7 jaar geleden heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 1 augustus. Ben ik kort daarna ook echt cliënten gaan zien. Dat was in mijn laatste jaar van mijn studie. Dus ook daarin is er een afronding en een nieuw begin. Dus ook weer een cyclus. Dus daarin, als je steeds meer in die cyclussen kan leven, ze gaat herkennen in je leven. Heb ik allemaal niet in 1 keer gedaan. Ik zou je adviseren om gewoon bij eentje te beginnen als dit helemaal nieuw voor je is. En dan is de maancyclus het meest handig. Want die is constant. De maan is zichtbaar. Het is opzoekbaar. De maan wisselt wel per dierenringteken waar het in staat. Dus daar zou je nog in kunnen verdiepen. Maar beginnen allereerst al van hoe voel ik me bij volle maan en bij afnemende maan en bij nieuwe maan en bij donkere maan. Donkere maan, nieuwe maan en wassende maan. Alleen dat al. En als je dat al doet, kun je ook je menstruatiecyclus erbij pakken als je die nog hebt. Als je die niet hebt, doordat je al bijvoorbeeld door de overgang heen bent, of zoals ik, dat die mega onregelmatig is. Ik heb hem nog wel, maar er is geen pijl meer op te trekken. Of door wat voor omstandigheden dat je geen cyclus meer hebt, of anticonceptie gebruikt, waarbij je geen natuurlijke cyclus hebt.
Waarom? Ja, dan kan je dus de maan. Ik ben even de draad uit mijn verhaal kwijt. Maar dan kan je de maancyclus aanhouden. Heb je wel gewoon nog een natuurlijke cyclus, dan, en ook net zoals ik, gewoon een hele onregelmatige cyclus, dan kan je die alsnog bijhouden. Want ook daarin kun je gaan voelen, hé, maar zit er een patroon in? Want ik voel nog steeds een patroon. Alleen is die, ben ik als het ware, omdat ik in die naar de overgang aan het bewegen ben, weer opnieuw aan het herontdekken wat mijn patroon is. En het houdt je een soort van de straat. Het houdt me bezig. Maar het is heel fijn om daarin steeds meer op meerdere lagen jezelf te leren kennen. Nou, mijn advies hierin is: begin met één ding. En maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Want mijn ervaring is dat als je denkt: oh ja, ik ga de maan bijhouden. En ik ga mijn emoties bijhouden. En ik ga mijn cyclus bijhouden. En nou, nog iets. Dat hou je misschien een week vol en dan stop je weer. Maar het is juist de bedoeling om dit een aantal maanden vol te houden, minstens 6, voordat je een beetje een patroon kan herkennen. En vaak zie je hem al wat eerder, maar er kunnen ook pieken en dalen in zitten, ook in een cyclus. En eigenlijk moet je hem een jaar bijhouden, want de seizoenen hebben ook altijd invloed. Dus hoe jij in de winter bent is heel anders dan hoe je in de zomer voelt. En misschien voel je je in de winter juist top en in de zomer wat minder of andersom. Dus daarin is het. Ik hou mijn cyclus al jaren bij. En ik hou het nu echt niet meer elke dag dat ik het opschrijf. Zo hou ik het niet meer bij. Maar omdat ik het weet. Omdat ik mijn cyclus ken. Omdat ik nu ook weet. Oh ja, het is echt heel rommelig. Maar ik voel het aan mijn lichaam. De maancyclus, ik weet elke dag wat voor een fase het is, omdat ik daarin jarenlang dat heb opgeschreven en dat heb gevoeld. En dat als een soort levenswerk voor mezelf heb gemaakt. Dus dat vraagt ook echt de tijd om dat te doen en vooral de geduld met jezelf. En het is ook echt niet dat ik dat elk jaar 365 dagen gedaan. Het is ook echt wel eens dat ik dat een aantal maanden niet heb gedaan en dan er weer bij heb gepakt. Maar juist in de maanden dat ik het niet deed, leerde ik eigenlijk heel veel. Maar dat zag ik pas weer op het moment dat ik het weer oppakte. Dus daarin zijn dingen echt heel helend. Je mag daarin ook echt wel een beetje de teugels voor jezelf laten vieren. En ik had het daar ook nog van de week met een cliënt over. Het ging over wat anders. Maar je hoeft niet zo heel strikt daarin te zijn. Als je er maar wel ergens een beetje wel strikt in bent. Ja, klinkt een beetje raar. Maar dat, ja, het is ook. Het is echt door het te doen. En vooral door jezelf hierin de ruimte te geven om het te mogen ontdekken. Ga je je eigen ritme leren kennen. En vooral nu in de herfst. Ik wijd een beetje uit naar een hele cyclus. Maar de herfst is zo'n ontzettend belangrijke fase. Omdat het hier eigenlijk altijd vastloopt bij mensen. Dus dit seizoen is de meest belangrijke in het jaar. Als je hier bewustzijn op hebt en goed doorheen komt door tussen aanhalingstekens, heeft dat zoveel effect op de rest van het jaar, op je energiehuishouding, op hoe je je voelt, ook op de lente en ook op de zomer, maar vooral ook op de winter. En het brengt zoveel bewustzijn in het leven en hoe het ritme van de natuur werkt en hoe ja, hoe de planeet werkt in ons. Want wij zijn een onderdeel van de planeet. En het werkt in de natuur buiten onszelf. En een boom is ook al bezig om zijn sapstromen terug te trekken. Het is nog niet zichtbaar. Maar over een paar weken wel. En dan ineens verkleuren de bladeren. Maar dat betekent niet dat de boom ineens zo alles terugtrekt. Maar dat gaat heel geleidelijk. Zijn de bomen, de planten, alles zijn dat nu aan het doen.
En ook nog, hè, het is ook nog steeds mooi weer. Dus ook daarin in meebewegen. Het is een dans. Dat zeg ik wel vaker. Het leven is echt een dans. En ja. Nou, dat is als je die dans voor jezelf kan gaan dansen. En kan gaan ontdekken. Dan kan je jezelf daarin gaan voeden. En dan, that's where the magic happens. Ja. Dus dit over deze periode. Ik heb hier wel meerdere podcasts afgelopen jaren over gemaakt. Dus als je hier nog wat meer over wil weten, kun je even via het loopje even zoeken. En of even scrollen. Het is dus allemaal rondom augustus, september dat ik deze podcast op heb genomen. Dus daar kun je even naar zoeken. En dan, ja, wens ik je een hele fijne dag. Dank je wel weer voor het luisteren. En ja, tot in de volgende podcast.